De verschuiving in je geest, weg van trauma. Net wanneer je het meest behoefte hebt aan ondersteuning, voel je door iedereen om je heen dat je bekeken wordt als gebrekkig, fout en zelfs gek. Waarom is dit? En wat kun je doen om die pijn met verschuiving in je geest weg te krijgen? Er bestaat een meditatieverschuiving die ik in dit artikel beschrijf te zien is in de video hieronder. Omdat zonder dat je het weet de narcist hun sporen uitwist. Ze hebben je belasterd en beschuldigd van doen wat ze de hele tijd zelf hebben gedaan. Dus voor mensen die naar binnen kijken, is de verkeerde persoon eigenlijk de juiste persoon. De juiste persoon is de verkeerde persoon. Alles wordt op zijn kop gezet. Narcisten maken je graag afhankelijk. Ze houden ervan om je te omcirkelen en je te omsluiten. En hoe dat gebeurt, is doordat ze uw ondersteuningsstructuur ontmantelen. Ik ben nauwelijks levend uit deze schadelijke situatie gekomen. Toen ik het aan het ontrafelen was om hier een weg doorheen te vinden, was er echt geen manier om van deze situatie te genezen. Maar die is er nu wel met meditatieverschuiving. Narcismeblok gaat er altijd over je kracht terug te nemen. Jezelf in staat te stellen te genezen is ons doel. Te leren om hieruit te komen en jezelf er nooit meer in te vinden. Daarom is het erg belangrijk om uw ondersteuningsstructuren te begrijpen. Als je nieuw bent met het doen van innerlijk werk met meditatieverschuiving, gebruik dan de zoekfunctie op narcisme.blog en tik in herstel, werkwijze, innerlijk, pad enzovoort. Zorg goed voor jezelf. Doe iets extra's met muziek of met licht. Hoe genees je echt met verschuiving in je geest? Om te genezen, moet je begrijpen dat je je niet uit een belangrijk trauma kunt denken. Heeft het leven je dat niet laten zien? Dat hebben we zo vaak geprobeerd. Het werkte gewoon niet. Om de manier waarop je denkt te veranderen, moet je de manier waarop je je voelt veranderen. Dat doe je met verschuiving in je geest. Om de manier waarop je je voelt te veranderen, moet je je trauma veranderen. Je moet je trauma loslaten en je trauma herprogrammeren met iets wat zoveel gezonder is. Dat doe je door meditatieverschuiving. Je denkt, heeft dat niet alles te maken met mijn denken? Dat is de lange, moeilijke, langzame weg die je veel werk zal kosten met affirmaties of allerlei methodes, wat we allemaal ook doen. Affirmaties opzeggen, dagboek bijhouden, bevestigingen neerschrijven, geleide meditaties enzovoort. Als je dit doet samen met een veel snellere manier om herstel te doen, zul je pas verrast worden. Ik ga je door een kleine oefening meditatieverschuiving leiden die je echt zal helpen het verschil te begrijpen. Nu wil ik dat je je gaat concentreren op hoe je lichaam aanvoelt als je bepaalde uitspraken doet. Ik wil dat je zegt, ik denk dat ik gelukkig ben. Ga daar maar eens voor zitten en voel het in je lichaam. Dan wil ik dat je zegt, ik voel me gelukkig. Let daar maar eens op in je lichaam. Dan wil ik dat je zegt, ik denk dat ik verwoest ben. Voel het in je lichaam. Ik wil dat je zegt, ik voel me kapot. Voel dat in je lichaam. Ik hoop dat je het grote verschil voelt. Als je denkt, dat is dan met het cognitieve deel van je hersenen. Dit deel is niet eens verbonden met je viscerale somatische zelf. Het is niet hetzelfde deel van je bewustzijn. Het is niet hetzelfde deel van je verbinding met jezelf. Het denken is hier, het gevoel is ergens anders. Dit is de verschuiving die we maken in het denken over ons trauma. Onthoud dat de hersenen het lichaam volgen, wat betekent dat je alleen kunt denken in het bereik van het trauma. Hoe we denken over trauma en dat steeds herhalen is zelfsabotage. Over het algemeen is ons denken over ons trauma, hoe vreselijk het is, bovendien, hoe schokkend het is en hoe machteloos we ons voelen. Dat we ons daarbij gebrekkig voelen en ons afvragen hoe het mogelijk is dat iemand anders ons dit heeft aangedaan. Door die denkwijzen zijn we niet in staat zijn om onze macht terug te nemen. We kunnen daardoor nu niet veranderen. Ons denkwijze verandert niet en ook onze hersenen veranderen niet. Ik ga je helpen toegang te krijgen om tot bij het gevoel te komen. Je kunt al die pijn en blokkades met verschuiving in je geest uit je lichaam krijgen. Wat ik wil dat je allereerst doet, is om je uit je hoofd te houden. Weet je waarom? Over trauma in je hoofd denken is stinkend denken of zelfsabotage. Ik ben benieuwd naar jouw commentaar.